Dames en heren, als voorzitter van de Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging, de KWOV, wil ik u namens alle leden en dirigenten vanaf deze plaats een gelukkig, maar bovenal een heel gezond 2021 toewensen. Met het muziekstuk dat u net hoorde, zijn we vorig jaar ons nieuwjaarsconcert begonnen. Where Eagles Soar, waar de adelaars zweven. Wie had tijdens dat nieuwjaarsconcert gedacht dat er 2 maanden later een pandemie over de wereld zou razen die iedereen getroffen heeft, ook ons. In 2020 hebben wij slechts 2 concerten kunnen geven, het nieuwjaarsconcert in Winterswijk en in Vreden. We hadden mooie plannen, maar helaas, het mocht allemaal geen doorgang vinden. Tussen de verschillende lockdowns hebben wij toch nog kans gezien om in kleinere groepjes geheel coronaproof te repeteren. Daaruit is het idee ontstaan om een digitaal nieuwjaarsconcert op te nemen, al dan niet in groepen of thuis, welke wij zijn samengevoegd tot 1 geheel. Helaas geen concert dat u van ons gewend bent op de eerste zondag in januari. Maar we hopen met dit digitale nieuwjaarsconcert u toch een alternatief te bieden en u een hart onder de riem te steken. Wij willen iedereen die ons het afgelopen jaar ondersteund heeft of geholpen, hartelijk bedanken. Hopelijk mogen wij in 2021 weer een concert geven en mag ik u daar begroeten en welkom heten. Voor nu veel luisterplezier. De Russische componist Dmitri Shostakovich schreef zijn jazzsuite nummer 2 in 1938 in opdracht van het Russisch Staatsorkest voor Jazz. Hoewel de naam doet vermoeden dat men met echte onvervalste jazz te maken krijgt, is het echter niet geheel waar. Integendeel zelfs. De compositie bevat vrijwel geen jazz-elementen. Het is meer een balletsuite met westerse en vooral Weense invloeden uit de romantiek. Deel 6 uit de jazzsuite nummer 2 van Shostakovich is een wals. Deze wals is eigenlijk een Weense wals à la Johann Strauss. De wals werd in Nederland mateloos populair door de vertolking van André Rieu en zijn Strauss-orkest. Het is eigenlijk een must op elk nieuwjaarsconcert, de Second Wals. Thank you.
hebben zojuist gekeken naar een bijdrage van zowel de Harmonie, de FIMS, de Symfonie en de Jeugdsymfonie. Uiteraard mist u nu de Slagwerkgroep nog. Zij laten in de volgende bijdrage horen dat zij ook de afgelopen maanden niet stil hebben gezeten. Zij leveren zometeen hun bijdrage met Crazy Sticks van Anton Gruyters. Het is een kort, krachtig, uitdagend stuk voor iedereen van de Slagwerkgroep en zeker voor de muzikanten op snaredrum. De begeleiding van deze partij zit in de bass en tenordrum. De snaredrummers kunnen hun hart ophalen, want voor hen is te veel techniek en souplesse vereist om alle bewegingen met de stokken en de ritmes op tijd te voltooien. Kortom, een leuk, dynamisch en spektakelstukje als bijdrage van de hele Slagwerkgroep aan dit nieuwjaarsconcert. Beste Winterswijkers, we staan met elkaar aan het begin van een nieuw jaar. Dat voelt ook voor mij toch een beetje als met een schone lei beginnen. Met nieuwe plannen en goede voornemens beginnen we vol goede moed aan 2021. En nu misschien nog wel meer als in andere jaren. Want het vorige jaar, 2020, was bepaald niet een jaar om leuk op terug te kijken. Het is toch vooral een jaar geweest waarin we heel veel niet konden doorgaan en waarin onze bewegingsvrijheid ernstig werd beperkt. Dat geldt natuurlijk ook voor de KWOV. Als ik op hun website kijk, zie ik veel activiteiten en concerten die niet door konden gaan vanwege het coronavirus. Ook het traditionele nieuwjaarsconcert in een storm kan daardoor voor het eerst in 45 jaar niet doorgaan. Maar de KWOV zou de KWOV niet zijn als ze ook daar weer wat op zouden kunnen vinden. Dit jaar wordt het nieuwjaarsconcert dus bij u in de huiskamer gebracht. Natuurlijk is dat een andere beleving dan een live concert in de storm. Maar iets is beter dan niets toch? En ik beloof u dat we dan hopelijk volgend jaar elkaar weer gewoon een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. Het voordeel is wel dat nu heel Winterswijk mee kan genieten van de mooie klanken van de KWOV. Zoals Johan Cruijff ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik wil niet al te veel terugkijken op het afgelopen jaar, maar vooral met een heel positieve blik vooruitkijken. Ik heb geen glazen bol, maar ik verwacht wel dat 2021 in veel opzichten een beter jaar wordt als 2020. Als het vaccinatieprogramma eenmaal goed op gang komt, kunnen we hopelijk langzaam weer terug naar het Winterswijk dat we kennen. Ik hoop echt dat we eind augustus weer gewoon het volksfeest met elkaar kunnen vieren. En dat het volgende nieuwjaarsconcert gewoon weer in de storm zal zijn. We gaan het de komende maanden zien wat er weer mogelijk wordt. Maar voor nu wens ik u heel veel plezier
en luistergenot bij het nieuwjaarsconcert van de KWOV. Graag maak ik hierbij nog even op attent op onze eigen digitale nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal ook digitaal plaatsvinden en u vindt de link daarvoor op de website van de gemeente Winterswijk. Ik nodig u van harte uit om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden. Dames en heren, namens het gemeentebestuur van Winterswijk wens ik u een heel goed 2021 toe en we gaan elkaar zeker tegenkomen. Dank u wel. Dank aan burgemeester Bengevoort voor zijn bijdrage aan dit nieuwjaarsconcert. Ondanks dat het een alternatieve versie is, is het altijd prettig dat sommige onderdelen een vast onderdeel blijven. Het volgende stuk heeft de KWOV gekozen omdat in deze moeilijke tijd we elkaar moeten helpen en steunen en het samen moeten doen. We all stand together. Dit was in 1984 de 10e solo-hitsingle van Paul McCartney. Het is een duet met de Frog Chorus. De videoclip is een bewerking van McCartney's animatiefilm Rupert and the Frog Song, gebaseerd op de boeken van Bruintje Beer. In deze KWOV-versie wordt Paul McCartney vertolkt door Mieke Slaats en een aantal van onze eigen leden vormen de Frog Chorus. We all stand together. We zijn bijna aan het einde van dit alternatieve nieuwjaarsconcert gekomen. Alvast hartelijk dank voor het kijken. Wilt u ons financieel ondersteunen, dan kan dat via de gegevens die onder in beeld zullen verschijnen. Normaal gesproken zouden we u nu graag uitnodigen voor ons volgende concert. Helaas weten we nog niet wanneer dit zal zijn. We nodigen u daarom graag uit om onze sociale media in de gaten te houden. Dit concert sluiten we af met de Radetzky-mars. Deze mars is gecomponeerd door Johann Strauss senior in 1848. Deze is gecomponeerd naar aanleiding van een gewonnen veldslag door veldmaarschalk Jozef Radetzky.
Deze mars mag uiteraard niet ontbreken als afsluiting van het nieuwjaarsconcert.